2. Ah, fuck, sneller! Yo, wij zijn Ponkers! En voor deze strijd zijn we door BNN gedropt bovenop deze berg in Frankrijk. We hebben 2 teams en de bedoeling is dat we zo snel mogelijk beneden bij het BNN hoofdkwartier terechtkomen. Oké, komt-ie. Voordat je naar beneden gaat, moet je een sneeuwpop maken en die gedurende de tijd heel houden. Jullie slee ligt al klaar. Oh, ze hebben niet gezegd hoe groot de sneeuwpop moest zijn, dus in principe... Zo. Sneeuwpop. Ja, dit is wel heel lelijk. Jonas, ik heb 2 slees. Top, jongen. Het wordt wel een liefie. Hoe zullen we hem noemen? Bernadette. Bernadette. Bernadette de sneeuwpop. Ja. Bernadette is de sneeuwpop. Hier. Ze moeten alleen nog een neus en ogen. Noah is nu bij het sneeuwcafé. Vraag of ze een wortel hebben. Dan hebben we zelfs een neus voor Bernadette. J'ai une question. You have a carrot? Carrot? Voor carrot? No? No carrot? Ik hou van me nu al. Slet Bernadette. Oké, ik heb zijn neus. Ik was een slet Bernadette. Wat dikke tieten. Tieten als een malle. Oh. Zo. Ja, kunnen we gaan dan? Ja, ik heb Bernadette. Oeh, wat heb je gedaan? Ja, ik heb keihard gered, ik ben fucking misselijk gek. Wat is het? Never eat the brown snow. Jongens, er komt ook bloed uit, heel bloedneus. Ik moet stoppen, echt waar, ik meen het, eigen gezond. What the fuck man, maar kunnen we iets doen? Ga zonder mij door, ik ga naar het restaurant. Ik wil je graag high five geven, maar ik ga het niet doen. Nee. Lekker boys, we doen het voor jou. Is het niet slim om Bernadette gewoon in die tas te doen? Ja, kan wel best. Ja, volgens mij, ja, ik heb dus ook nog een beetje vals gespeeld. Ik heb gewoon extra vuilniszakken gechapt net. Bernadette, je gaat even naar bed. Dan haal je jezelf eruit. Luister, deze helling is zo fucking steil. Maar ik wil gewoon winnen. Voor het team! Voor het team! Nanne, kom! Ja, die oelewapper gaat met de vuilniszak, maar ja, mijn benen zijn verzekerd voor een paar miljoen, net als wat Jennifer Lopez, dus ik moet wel lopen. How do you say? Meet you in the long grass. Something out of long life. Oh shit. And we're away. Geronimo! Ja. Kom op. Hé, ik gooi Olaf naar beneden toe hoor. Ja, kom maar, ik pak hem wel. Kom maar. Er is niet zoveel over van de Olaf. Oh, Olaf! Er zit allemaal ijs in. Waar? We zijn nu zo ver gegleden, maar we hebben nu voor ons iets. Hoe zou met Nanne en Robin gaan? Ja. Hij heeft makkelijk praten, cameraman, op zijn skis. Was ik maar cameraman. Oh. Dat is wel de snelste route. Hier recht naar beneden. Ja, het is de snelste route. Ik zit vast! Er stroomt allemaal water in de kont. Ja? Wow, yo. We hebben de beek nu overleefd. Onze skikleren zijn naar de tyfus. Ik ben heel benieuwd waar het andere team is. Alright. Volgens mij zijn we de eerste. Ik zie er weer een vlag. Ik zie Nanne en Robin niet. Nee, we hebben gewonnen hoor. Oh yes! We hebben gewonnen! Zou Slet Bernadette nog leven? Oh, er zit nog gewicht in. Oh! Er staat nog een oog op. Yo, we hebben gewoon gewonnen man. Yeah. Wil je nou weten hoe het met Nanne en Robin daarboven op de berg is afgelopen? En vooral hoe het met Noah nu gaat? Check dan even hiernaast de bonusvideo. Het linkje staat ook in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren op Ponkers, want we zijn nog meer dan een week in de sneeuw met BNN. Laat hoor! Yeah, Bernadette!